Hallo lieve kreeft, leuk dat je er weer bij bent. We zijn aanbeland bij week 47, 20 tot en met 26 november. Het is een algemene reading, haal vooruit wat je nodig hebt. Lieve kreeft, wat is jouw hoofdthema van deze week? Okay. Het is belangrijk om weer humoristisch in het leven te kunnen staan. Het is belangrijk om weer plezier te kunnen maken in het leven. Ik heb het idee dat je jezelf soms wat meer naar beneden trekt. En dat misschien ook wel dat je snel naar andere mensen wijst, maar soms vergeet om echt naar jezelf te kijken. Dus ga kijken, waar kan ik me weer gelukkig bij voelen? Hoe kan ik weer mijn geluk vinden? We gaan eens even verder kijken, lieve kreeft. Naar wat je verder deze week kan verwachten. Oké. Ik zie dat je echt in conflict zit met jezelf. Veel in strijd zijn, misschien ook nog wel met anderen. Veel terugkijken naar het verleden. En het gevoel hebben dat je gewoon niet verder komt. Het is een strijd die al een behoorlijke tijd aanwezig is. Het zijn vooral strijden waarin je met jezelf te maken hebt. Het zwart-wit denken misschien wel. Negatief of positief. Dus het blijft continu eigenlijk daarin hangen. En je wilt wel vooruit, maar het lijkt alsof er nog niet echt beweging in voortkomt. We gaan eens even verder kijken naar een mooie positieve boodschap voor jou. Niets is onmogelijk voor het hart. Liefde zal altijd haar weg vinden. Lieve kreeft, ik hoop dat je hier wat aan gehad hebt. Ik wens je verder een hele mooie week toe. Dank je wel voor het kijken en wie weet, tot de volgende keer.